wortel kun je je natuurlijk afvragen. Kijk, dat doet dat konijntje ongetwijfeld ook. Ik bedoel, je kunt je ongetwijfeld afvragen, waarom zijn ze eigenlijk oranje? Waarom kleur? En daar gaan we het over hebben. Kleurstof en spectra. De wortel mag blijven, een konijn moet weg. Zo, goed zo. Waarom is een wortel oranje? Dat komt omdat in de wortel een stof zit en dat wordt beta-carotene genoemd. Hoe ziet dat beta-carotene eruit? Nou, op deze manier. Een beetje scheikunde erbij. En dan zie je dus dat het een langgerekt molecuul is. En links en rechts, ja, daar zit een bultje om zo te zeggen. Je kunt daar, een elektron kan redelijk in het midden heen en weer gaan. Maar aan de zijkanten wordt het tegengehouden. En ik hoop dat je al ziet wat er gebeurt. Namelijk, het is eigenlijk hetzelfde als een eendimensionale doos. Het elektron zit opgesloten. Dat betekent dus dat de energie is gekwantiseerd. Nou, E is, nou daar staat hij weer. Hè? En dat heeft gevolgen, namelijk, weer even de wortel. Als er nu energie op de wortel valt, en energie is natuurlijk gewoon wit licht bijvoorbeeld. Wit licht zijn alle golflengtes samen. En in het witte licht, ja, zit natuurlijk ook energie die een elektron nodig heeft. Nou, zo'n elektron pikt uit het witte licht precies die energie die je nodig heeft om één niveau of meer niveaus omhoog te gaan. En een energie is frequentie, is kleur. Oftewel, als het daarna weggaat, ja, dan zullen dus niet alle golflengtes weer even goed teruggaan, omdat de elektronen een aantal fotonen, een aantal frequenties eruit hebben gehaald. En dat betekent dus kleur. Ja, de geabsorbeerde energie namelijk, die komt niet meer terug. Nee, die wordt omgezet in warmte. En dat is natuurlijk niet zoveel, dus daar merk je niet zoveel van. Zo'n molecuul, die bepaalt in feite de kleur. Want je kunt je voorstellen dat als je even de schade inzet, dat je een molecuul korter kunt maken, hè, terwijl het wel een bijna dezelfde structuur heeft. Ja, kan nog korter wezen. En die lengte van de moleculen, hè, die bepaalt de kleur. Immers, een korter molecuul betekent dat de breedte kleiner wordt, dus L wordt kleiner. Maar als L kleiner wordt, dan betekent dus ook dat de energie groter wordt. Grotere energie, E is H keer F, betekent dat de frequentie hoger wordt, oftewel hoe korter het molecuul, hoe hoger de frequenties zijn die geabsorbeerd worden, oftewel het heeft weer verschil in kleur. En dat kun je ook mooi zien in absorptiegrafieken van diverse stoffen. En je ziet dus dat diverse stoffen net bij een andere golflengte een piek hebben, dus ze absorberen iedere keer weer een ander type energie. En het heeft dus te maken met de structuur van het molecuul. We maken het even wat donkerder, want dan kun je dat fluorescerend iets beter zien. Fluorescentie, in stenen komt het voor, maar je kent het vast ook wel natuurlijk van die armbandjes. Prachtig mooi. Hoe werkt dit? Nou, ook dit is weer te danken aan de kwantisatie van energie. We kijken even naar het energieniveau, hè. Onderste E1, grondniveau, grondtoestand, en daar staan de energieën boven. Stel je nu voor, ja, het elektron wordt aangeslagen. Ja, hij krijgt energie, mooi ultraviolet licht, oftewel behoorlijk hoge energie, want ultraviolet zit echt aan de uiterste kant van het spectrum. Nou, de energie krijgt een oplawaai, ja, heel veel energie, dus hij gaat naar het hoogste niveau toe. En dan kan hij natuurlijk ook weer, hoppakee, naar beneden gaan. En dan is het een beetje saai. Het kan namelijk ook anders. Kijk, als de elektron daarboven is, kan hij ook eerst een klein stapje eerst teruggaan. En daarna pas bats in één keer. Dat betekent dus dat de frequentie net anders is. En zo ontstaat er bijvoorbeeld blauw licht. Maar hij kan natuurlijk ook eerst twee stapjes naar beneden gaan. En dan pas, hoppakee,
groen licht. Of hij gaat nog verder en dan krijg je zelfs dat hij eerst rood licht heeft en de tweede stap geel licht. Oftewel, het absorbeert ultraviolet licht wat je eigenlijk niet kunt zien en het zendt uit diverse kleuren. Kortom, emissie in tussenstappen en daardoor krijg je dus de diverse kleuren. Ja, je ziet hier trouwens nog eventjes de diverse kleuren, maar hier aan deze kant dus ultraviolet. Ja, en daarna krijg je dus de kleuren met kleinere energieën. Ja, en je ziet dus inderdaad dat ze hier bijna gelijk aan wat hij heeft gekregen. En zie dus inderdaad, dan kom je in het blauw. Nou, zo gaat het natuurlijk gewoon verder. En dat terugvallen, dat heeft natuurlijk wel tijd nodig. Het is niet dat het meteen terugvalt, wel redelijk snel namelijk. Maar toch, een paar nanoseconden duurt het wel. En als dat zo is, dan wordt er gesproken over fluorescentie. Het kan ook langer duren dan nanoseconden. Nou, als het in de orde van een microseconde is, dan wordt het niet fluorescentie genoemd, maar wordt het fosforescentie genoemd. En dat kennen we misschien beter als het verschijnsel van glowing in the dark. Ja, dus dat is ook weer allemaal te danken aan de kwantisatie van energie. Prachtig toch dat het allemaal zo in elkaar zit. We kijken eerst weer eventjes naar de eendimensionale doos met de energieniveaus, E1 enzovoort enzovoort. Maar dit is niet precies wat in binnen staat, want de energieniveaus die worden steeds groter, maar als je bijvoorbeeld naar waterstof kijkt, dan zie je dat daar de energieniveaus in het begin ver uit elkaar liggen, maar ze komen steeds dichter bij elkaar. Blijkbaar is het waterstofatoom niet een eendimensionale doos. Die zit iets anders in elkaar. En dat klopt, want hier hebben we het waterstofatoom met een elektron. En het elektron dat wordt natuurlijk in zijn baan gehouden, omdat de positieve kern het elektron aantrekt. En als nou het elektron in een baan hoger komt, zo, dan is een grotere afstand, betekent dus dat de elektrische aantrekkingskracht kleiner is. Want, hoe was die ook weer, elektrische aantrekkingskracht, dat was een constante. En dan de ene lading, maal de andere lading, dan zie je dus E keer min E, gedeeld door de afstand in het kwadraat. En de potentiële energie die hierbij hoort, die was bijna hetzelfde, alleen is het niet R kwadraat, maar dan deel je door R. En dan zie je dus een groot verschil tussen de eendimensionale doos en het waterstof, want bij de eendimensionale doos was de potentiële energie in het systeem zelf, in de doos zelf, overal nul. En dat is zeker niet het geval bij een waterstof. Als je daar een energie hoger gaat, dan zal de potentiële energie, R wordt groter, dus dan zal de potentiële energie juist toenemen. Dus je ziet inderdaad dat er zijn echt twee grote verschillen. Die potentiële energie, als je die eventjes zou zien, dan ziet het er zo uit. Ja, de potentiële energie, hij is negatief en het blijft natuurlijk ook altijd negatief. Maar, kijk hier, maar hij neemt wel toe en neemt toe met een lijn die 1 gedeeld door R is, maar dan wel negatief. En onderaan zit natuurlijk de laagste energie, E1. Lager kan hij niet, de potentiële energie is daar op zijn minimum. En daarboven zitten dan weer de hogere energieën. E2, E3 en E4 en E5 zou natuurlijk eventueel ook nog bij kunnen. De grondtoestand van het waterstofatoom, daar hebben we een keer iets over gehad, die is min 13,6 elektrovolt. Die kon je ook berekenen, want energie kon je berekenen, kijk daaronder staat die, energie is, hier staat die, min 13,6 gedeeld door n kwadraat. Als je voor n 1 invult, komt er inderdaad keurig min 13,6 in. Vul je voor n 2 in, komt er min 3,4 in. Enzovoort, enzovoort. Die kun je allemaal invullen en dan komen de energieën er
wel uit. Belangrijk is dus dat voor een eendimensionaal doosje de energie afhangt van n kwadraat. Oftewel, de energieniveaus die gaan steeds in grotere stappen omhoog. De energie neemt toe en iedere keer in grotere stappen. Terwijl bij het waterstofatoom het niet maal, maar gedeeld door n kwadraat is. Dat betekent dus dat de energie wel iedere keer toeneemt, maar steeds in kleinere stappen. Ja, dus het is in feite net andersom. N, dat wordt het hoofdkwantumgetal genoemd. En in de scheikunde is dat gelijk aan het schillen rond het atoom. Ja, eventjes een plaatje. Kijk, de schillen rond het atoom. De schillen werden genoemd K, L, M, N enzovoort. En iedere schil komt dus overeen met een hoofdkwantumgetal. K schil is N is 1. En ongetwijfeld komt je bekend voor, het aantal elektronen wat in één schil kan wezen, is gelijk aan 2 maal n kwadraat. Nu is dit gewoon een plat plaatje. En dat is op zich natuurlijk apart, want ja, je kunt je voorstellen, het is toch een driedimensionaal geheel. Oftewel, als we even naar het waterstofatoom kijken, waterstof en eventjes voor n is 1, ja, dan heb je dus dat er een bol om de kern zit, ja, en die bol, dat is in feite de waarschijnlijkheidsverdeling van de elektronen. Het heeft natuurlijk 3D, dus het heeft drie assen, hè, x, y en z. En dat bolletje, dat is, nou, we gaan het eventjes door het midden hakken. Zo, hè, het ziet er zo uit. Eventjes, ja, dankjewel. Ja, en dan zie je dus dat de waarschijnlijkheidsverdeling inderdaad echt mooi in elkaar zit. Ja, want daar waar het donkerst is, dat is de grootste waarschijnlijkheid. En in het midden, in de kern, is dus een hele weinig waarschijnlijkheid, kleine waarschijnlijkheid dat daar een elektron is. Dus echt gefocust op die ene ring rond de kern. En die afstand, nou, dat is dus eigenlijk de afstand waar in de klassieke mechanica het elektron rond de kern zou cirkelen. En die afstand, dat wordt de boorstraal genoemd. He, dat is in feite de diameter, kun je zeggen, van het waterstofatoom als hij in zijn grondtoestand is. Voor NS2, de tweede schil, ja, nou, allereerst lijkt het sterk op wat NS1 is. Ja. Dit is in feite een opgeblazen bol. En het is ook zo, als je hem weer door zou hakken, dan zie je dat er een ring bij is gekomen. Ja, je hebt nog steeds in het midden zo'n hoge waarschijnlijkheid. En daarna komt een witte ring en dat is dus in feite gewoon een knoop. Ja, je ziet dus dat er weer een staande golf bij is gekomen. Ja, en een knoop zit er bij in. Maar dit is niet het enige wat er gebeurt. Namelijk, er is een tweede verdeling bij mogelijk. En die ziet er zo uit. Ja, aan weerskanten twee bolletjes. Maar dat is niet alleen in de x-richting, nee, ook in de y-richting twee bolletjes en natuurlijk in de z-richting ook. Ja, dat zit allemaal bij elkaar. Oftewel, als je daar één plaatje van zou maken, inclusief natuurlijk het bolletje wat we hier hebben gehad, nee, dan ziet het er zo uit. Ja, dan krijg je dus al een hele aparte verdeling van de elektronen. Ja, let op, hè. Er zijn geen banen van elektronen, maar het is de waarschijnlijkheidsverdeling van elektronen. Nou, deze waarschijnlijkheidsverdelingen, die hebben ook weer een nummer gekregen. Wel, nummer. Ach, letters. Ja, zo'n bolletje in het begin, dat wordt aangeduid met de S. En één waarschijnlijkheid verder, ja, dat wordt de P genoemd. En S, S en P, dat worden genoemd de kwantumgetallen. Ja, heel apart natuurlijk dat ze een getal hebben genoemd terwijl het SSP is, maar vooruit, nee, we doen het ermee. En dan krijg je een familie van allemaal mooie vormen, want natuurlijk NS1, NS2, NS3, en dat resulteert in prachtige mooie vormen. Let op, prachtig mooie waarschijnlijkheidsverdelingen. Ja, je ziet dus hier inderdaad kwantumgetallen. S, P, volgende is D, volgende is F. Ja, en het zijn allemaal waarschijnlijkheidsverdelingen. En het is prachtig mooi natuurlijk. Oftewel,
Denk hieraan als de volgende keer weer een worteltje opeet. Zo, worteltje weg, presentatie weg. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.